wat daar allemaal te zien viel. Het was een fantastische dag en we hebben genoten. Ik hoop dat jullie net zo meegenieten als dat wij hebben gedaan. Veel kijkplezier! Maar nou zit ik hier aan zo'n tafeltje. Ik zit er. En nou, volgens mij is het een café. Is het nou een circus of is het nou een café? Is dit een circus? Hier, moet ik naar boven kijken.
meisje uit iemands land. Die kreeg altijd een fantastisch applaus. Als hij er heel uit op de grond stond. Dat was het goed. Meisje in iemands land. Prachtig was het. Oh, iemands land. Joppe, dat lijkt me leuk om dat nog eens te bekijken. Joppe uit Oostenrijk. Je 35 minuten. Normaal komen ze allemaal daardoor, maar Tony komt met zijn paardje hierdoor en wij geven een applaus voor Tony! Kom op, jongens! Want dat zie je haast niet meer. Zo, hoepelpaardje. Ja, dan moet je een diep hand. Is knaskies, is krakpaard. Ja, oké. Okay. Hij is een beetje klein. Is dit leuk? Is dit leuk? Ja, ja. Ja, ja. Het is live, hè? Ja. Kijk nou, kijk.
is genoeg. Jongens, geef een applaus. Kom op. Staan, want dan drinken jullie straks lekker veel, begrijp je wel? Dan is het voor... Weet je wat ik wel jammer vind? Ik vind het, die nummers vind ik best wel leuk. En zo bijna dat gebraaien paardje, hartstikke leuk. Maar wat mij tegenvalt is dat we geen levende muziek hebben. Dat vind ik jammer.
live muziek. En er liggen allemaal instrumenten daar. En ik heb geen muzikant ervoor. Dat vind ik jammer, zeg. Ja, weet je wat mij wel leuk zou lijken? We hebben zoveel kinderen. Als ik nou eens met de kinderen een orkest ga maken hier, zeg. Met jongens en meisjes, als ik daar nou eens een orkest mee ga maken. Heb jij zo'n kiespijn? Je zit steeds zo, ik denk je barst van de kiespijn. Toch dat je gekomen bent, goed hoor. Hartstikke leuk, jongens. Ik ga eens even kijken. Met wie moet ik beginnen? Met de jongens of met de meisjes? Ik versta dat niet. Wat zeg je? Ik versta je niet. Meisjes? Ja, die meiden schreeuwen veel harder natuurlijk, hè. Ik begin met een meisje, dat vind ik wel leuk. Even kijken, welk meisje? Jij? Kom maar, dat vind ik wel gezellig. Oh, dat is leuk, zeg. Kom maar hier, vrouw. Zit ze vast? Zit ze vast? Kom maar. Oh, wat gezellig, meid. Je loopt helemaal op. Wat leuk. Kom bij me. Wat vind ik dat leuk. Geef me een hand. Ja. Dat is een goeie onderdeel. Hatsje idee. Hoe heet jij? Marcia. Marcia? Waar kom je vandaan? Uit Nederland. Oh, ben je vroeg van huis gegaan natuurlijk. Begrijp ik. En Marcia, ik heb iets voor jou. Ik denk dat het gaat. Ik denk dat we dat rusten. Is dat een metaaltje? Ja, ik denk dat we dat... Ik pak deze. Kom op, kom bij me staan. Kom. Hoeveel jaar ben je, Mas? 6. Wat een meid, zeg. Mas, weet je wat dit is? Ja. Huh? Een instrument. Een instrument, ja. Ja, vind ik het goed geantwoord. Ja. Weet je... Ja, een instrument. Weet je wat, ik zal je vertellen hoe dit heet? Dit is een tamboerijn. Tamboerijn, die heb ik gekregen van mijn jobbosser. Die zegt, ik stop er toch mee, dus geen gang. Ja, loopt lekker, moet ik je zeggen. Je moet met je ene hand dat vasthouden en met je andere hand een beetje op die tamboerijn slaan. Dat moet kunnen, toch? Ik denk dat je dat hartstikke goed... Ja, zullen we samen proberen? Is die goed? Fototoestel vergeten. Geplicht. Oké. Maak even een foto van mij. Ja, dat is goed. Heel goed. Dat is goed, meid. Jawel. Heb je dat nog een keer? Zij is altijd heel langzaam. Half uur. Oké, applaus voor Marcia, jongens. Goed. Mars, kom even hier staan. Kom even hier staan. Op de orkestbank. Wat goed, zeg. Hey, knullen. Ik moet nou een jongen hebben, hè. Een jongen. Even kijken, een jongen. Een beetje... Oké, kom jij maar bij me. Je staat helemaal van de zenuwen te trillen, zeg. Hi, wat een mooie rode nagels heb jij. Mijn kind wordt schitterend. Nou, dat zie je. Wat zeg je? Mocht van mama. Had je nog over of zo? Nou, het staat beeldig, hoor. He? Het kleedt echt af. Hoeveel jaartjes ben jij? Vier? Ja, dat is weer jij. Vier? Oh kind, wat leuk, hè? Ja, vier. Ik heb voor jou ook een instrument. Zal ik het eens gaan pakken? Mijn assistent is er niet bij. Wat zeg je? Jij zei plakken. Pakken! Zei je plakken? Ik ga er nog een partij ruzie ook in zitten. Met die flauwekul. Even. Oh! Ik heb nog niet gevraagd hoe je heet. Want ik vergat het. Hoe heet jij? Daan. Kind, dat is een echte goede Hollandse naam. Daan, ik heb erop gerekend voor jou. Kijk eens even. Die trommel. Zo. Oh. Precies op maat. Hè? Ja, hij speelt de snaar. Is het er? Ja, maar geef niet, ik hou hem vast. Pak jij die trommelstokken? Pak jij die trommel? Hou ik hem vast? Ga jij er keihard op slaan? Kom op, Daan. Ja. Kom maar hier staan. Daan, doe hem maar even af. Dan zet ik jou even hier. Ja, hou die trommelstokken maar even bij je. Want voor het weet zijn ze gepikt. Ja, pak ze even zo. Ja, even bij die trommel blijven. Ja, hij is goed, Daan. Een meisje. Ik moet nog een meisje. Hebben we nog een meisje? Jij? Nou, kom maar. Wat leuk is dat? Is dat papa? Meer papa? Nee. Oh, dat is goed. Ik let op alles, hoor. Ik moet een beetje... Wie is jouw papa? Is dit er niet? Ja. Alleen door de week. Nou moet je luisteren. Kom op.
Wat je wel eens kan gebeuren. Ja, kan. Het zou kunnen. Hoe heet jij? Meis. Heet jij Meis? Oh, ik heet Jong. Wat leuk. Meis. Dat vind ik een leuke naam. Hoeveel jaartjes ben jij Meis? Zes. Wat leuk. Is je tandje eruit? Is je tandje eruit? Nee. Nee, zes. Nou, kan toch. En waar kom jij vandaan, Meis? Uit Nederland. Uit Nederland, via Engeland hier. Ja, kan. Ik heb wat voor... Oh, Douwe. Kijk, wat leuk, Douwe. Is het nog goed, Douwe, met jou? Douwe, dit is Douwe. Douwe is de broer van Dave. Douwe zou... Ja, Douwe zou eigenlijk niet komen. Douwe zou... Want Douwe is vannacht voor de eerste keer is die papa geworden. Nou? Ja. Van een nest jonge hondjes of zo, leuk is dat. Meis, ik heb iets voor jou. Dit zijn twee bamba-sallen. En doe eens zo met je heupen. Doe eens met je heupen. Doe eens met je heupen. Oh, kind, wat sexy. Wat je die? En die ga je zo staan. En dan we zetten de muziek aan en jij gaat het. Ja, kom op. En met die ding. Met je heupen. Heupie en heupie. Is die goed? Is die goed? Meisje, hebben we nog een jongen? Nou, kom jij maar bij me. Kom maar, dat vind ik ook een goeie, zeg. Dit is een goeie. Was rood uitverkocht? Wat leuk, kom bij me. Wat goed, zeg. Hartstikke leuk. Hoe heet jij? Ik heet Cas. Cas? Ja. Cas. En Cas heeft jeuk. Ja, jeuk aan je biefstuk, zag ik. Of niet? Ja, ja. Nee, nee. Wat zeg je? Kriebel. Ja, kriebel, zo noem ik het ook. Ja, oh! Ja, doe deze. Cas, dit is leuk, zeg. Cas, dit zijn twee bekkens. En die moet je tegen elkaar slaan. Kom maar even naast me staan, Cas. Want ik zal het even zeggen, je moet ze zo vasthouden. Zo. Zo. Nee, wacht even, Cas, want ik moet er wat zeggen. Het is een heel gevaarlijk instrument, Cas. Het is heel gevaarlijk. Je moet heel erg vooroverleunen. Zo. Je moet zo slaan, want als je zo slaat, heet je geen Cas, maar heet je Truus. Het is echt een... Oh, dat is ook voor de kinderen, hè? Cas, dus echt... Oké? Okay? Pak ze, doe niet zo nerveus, Cas. Komt helemaal goed. Ja, oké, Cas. Pak hem vast, Cas. En vooroverleunen. Armen naar voren. Armen, ja, vooroverleunen, Cas. Ja, en dan gaat hij. Ja! Kom maar, Cas. Geef hem van je. Kassie, Kassie. Hij is goed. Applaus voor Cas, zeg. Applaus voor Cas. Ga maar even daar staan, Cas. Ga maar even daar staan. Ja, een beetje jong. Ja, ik heb nog een trompet. Kan even jullie trompet spelen? Kan jij? Klaas, heet die Klaas? Hans, kun jij trompet spelen? Zeg ja, kom maar bij me, Hans. Vind ik ook wel leuk. Ja, gemeleerd. Vind ik wel leuk. Kom bij me. Hans, kom op. Vind ik leuk. Applaus voor Hans. Hoi, Hans. Dat is leuk. Hans, kun jij trompet spelen? Zullen we het proberen? Zal ik vertellen hoe dit gaat? Doe ik dat gewoon. Kijk Hans, je moet hier opblazen. Heel smalle lippen, maar smalle lippen persen. Achter het dicht, maar hier persen. Ja, want dat schrijft valse lucht, hè. Dus je moet echt zo, kijk zo. Zag je mij persen? Ja, kom maar. Doe, nou ja, ik maak even schoon, als kijk. Zo, even kijken. Hans, persen met een persen. Persen, Hans, persen. Heel smalle lippen. Nou, bijna! Hans, je mag geen smalle lippen. Hans, kijk eens naar mijn lippen. Oh, die zijn zo leuk. Ja! Ja! Hij is goed, zeg! Hartstikke! Hans, jij gaat even hier staan. Ga maar even daar. Ik vind, wat hebben we een leuk publiek en een leuke. Krijgen we nu. Oh, ik vind het leuk. Ik vind, hij gaat hartstikke leuk. Kijk, hij voorhoort dat we straks komt de neus horen. Wat gezellig, zeg. Oh, ja, komt de neus. Vind je het leuk? Heb je daar zin? Ja? Kom eens bij hem. Ik vind jou ook leuk. Even kijken. Hij vindt het ook leuk. Daarom. Ja, vind het ook. Ja. Kijk eens. Hi. Kom bij me staan. Kijk eens. Wat gezellig. Ik heet Didi. Ik weet niet hoe u heet. Harke. Harke! Ben jij dat?
Ja. Die met die bril? Harke? En jij schepje? Leuk zeg. Oké, Harke, persen. Je weet niet waar je handen moet laten, hè? Thuis wel, hè? Of een jakker? Hey! Klap je niet voor je man. Harke, kom op, ik wil anders. Ik wil anders, helemaal. Ja, zit de knopjes op. Ja, dat is veel genoeg. Applaus voor Harke, wel! Harke, goed! Harke, lekker daar! Wat is dat goed? Wat gaat het allemaal? Hartstikke goed, zeg Harke! Kijk, vind je het leuk? Kom eens. Kom eens. Ja, vind het leuk, hè? Ja, hij is leuk, maar jij. Kom op, Hans, anders kom bij. Gezellig. Hi. Ik heet Didi. Hans, Paula! Dat kan niet meer. Nee. Kijk eens. Alex. Oké. Hij is incognito. Alex heeft hij. Oké, even kijken zo. Ja, Alexander, ik zeg, hier moet je hoofd doen. Ja, nee, dit is niet Jezus, dit is gewoon een tron. Ja. Wat doe je nou? Ja, en dan moet je met, ik weet niet hoe je draagt, maar dan moet je een beetje hoger. Ja, wat is dat? Kun je niet... Hoe kun je nou hier met die dingen slaan? Ik heb er niet bij, man. Ja. Weet je waar je nou een beetje voor staat? Ja. Alex, moet je met dat ding hier, leuk hè? Duurt een half uur, daar ga ik klaar voor. Oké. En met die hand of die andere, ik weet niet of je links bent. Waar ben je? Allebei, ja, dat zou ik ook zeggen. Ja. Oké, de oude lapie, ja! Oké, applaus voor Alexander. Alexander, jij gaat hier staan, Waar ga je naartoe? Zeg maar, moet je plassen? Zij mag voor niks hoor. Oké, ja. Jullie staan daar. Oh jongens, ik heb een leuk idee. Ik heb een leuk. Wat we doen, ik loop voorop. En jullie lopen als de hele ruimte beteut achter me aan. Maken we een polonaise. En jij bent achter met je stek. Maar dat zeg maar niet tegen de politie. Oké? Ja. Jij blijft hier staan en gaat heel hard trommelen. Oké? En als we kunnen. Ja, blijf ook wel lekker staan. Heel hard trommelen, hè? Want ik moet het horen allemaal. En de rest loopt achter Alexander aan. En dan maken we een optocht, jongens. Kom, met z'n allen meeklappen. Daar gaat hij. Ja! Instrumenten maar op de grond. Leg ze maar op de grond. En ja, want alles staat in de computer, alles in die. Oké, leg op de grond. En voordat jullie gaan zitten, maak je allemaal nog even een hele diepe buiging. Je krijgt een knoerd hard applaus. Kom op, jongens. Kom op!